We maken er een lekker knushoekje van. Ik was er echt heel goed bij. Straks heb ik een mooie winter kerstbalkon. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video van Action. Mijn naam is Linda en je kunt me kennen van het TikTok kanaal Linda Kaas. En vandaag ga ik jou laten zien hoe jij je balkon voor 50 euro kerstproof kunt maken. Dus laten we gaan shoppen. Let's go. Glazen ballen. Strikjes. Verschillende maatjes, klein en groot. We maken er een lekker knushoekje van. Oh, ik vind dit ook leuk. Dit past er echt heel goed bij. Is het dan een sneeuwvlokje of een rendier? Rendier is leuk, hè? Ja. Of allebei? Ik doe wel allebei. Nou, ik heb weer een hele tas vol met allemaal leuke kerstspulletjes en ik kan niet wachten om het aan jullie te laten zien. Voordat je naar de winkel gaat, is het natuurlijk handig om te bedenken welke kleur kerstversiering jij wil kopen. Ik heb ervoor gekozen om mijn balkon een beetje die wintersfeer te geven, dus daar kunnen de kleuren wit en zilver niet ontbreken. Deze slingers waren 99 cent per stuk. Deze leuke strikjes passen natuurlijk geweldig bij die slingers. Deze waren 67 cent en ik heb er 6 gekocht. Bij een kerstbalkon zijn lampjes natuurlijk cruciaal. Dus ik heb ook deze warm witte kerstverlichting meegenomen. Deze kun je normaal gesproken in je boom hangen. Maar je kan hier op de doos zien dat het ook voor buiten is. Dus het is zowel binnen als buiten verlichting. Super handig, want je kunt dit dus heel leuk om de balustrade van je balkon wikkelen. Dit doosje kost trouwens 4,99 euro. Wat hebben we nog meer? Om maar in de kerstverlichting te blijven, heb ik ook deze leuke glasbollen meegenomen. Dit zijn er 3 stuks. En het geeft licht. En het werkt op batterijen, dus ik kan het nu niet testen. Ik ga ze straks op mijn balkon aandoen, dus dan kun je zien hoe het eruit ziet. Deze glazen bollen waren ook 4,99 euro. En we gaan door. Deze zilveren kerstballen zijn 2,39 euro. En ik dacht, dit is wel leuk om misschien in mijn balkonbakken te prikken of zo. Dan hebben we deze super toffe kandelaar. Op een kerstbalkon heb je natuurlijk ook kaarsen. Dat maakt het echt helemaal compleet. Dus ik vond deze wel erg modern, hip, cool. Deze kandelaar kost 5,75 euro. En natuurlijk heb ik bij de kandelaar ook nog wat kaarsen gekocht. Zoals deze. En die passen dan perfect in. Ik had trouwens nog veel meer kaarsen gekocht. Deze witte kaarsjes waren 77 cent. Die grote was 1,49 euro. En deze kleine witte was ook 99 cent. En we gaan door. Oh ja, deze zijn ook zo schattig. Deze super cute vaccinelichtjeshouders. Hoe meer winter wil je het hebben? Eén met een sneeuwvlokje en één met een rendierkopje. Deze waren ook helemaal niet zo duur. Deze waren ook 99 cent. Geen geld. Oh ja, en voor de kaarsen heb ik nog dit plateautje gekocht. Ik denk, ja, ik moet op mijn balkon, moet ik toch iets hebben waar ze op kunnen staan. Dus ik vond dit wel een goed idee. Dit plateautje kostte 2,99 euro. En dit is ook een van mijn favorieten. Een heerlijk vachtje. Want bij een winterbalkon wil je natuurlijk ook warm zitten. Dus dan is het wel zo handig als je ook wat lekkere warme kleedjes op het bankje legt. En ik vond deze daar perfect bij passen. Het kleedje kost 7,95 euro. Ik heb nog deze kralen. Die kun je ook leuk in de planten wikkelen die je op je balkon hebt staan. In de plantenbakken. Dus daar kunnen we vast wel iets mee. Deze kralen kosten ook 99 cent per stuk. Nou, mijn tas begint aardig leeg te raken hoor. Ik dacht, ja, weet je, een kerstbalkon heeft wel een kerstboom nodig. En natuurlijk weer in de kleur wit. Met een soort zilveren balletjes. Zilver, goud, wat is het? Deze mini kerstboom was 1,99 euro. Ik sta nu op mijn balkon en zoals je kunt zien kan die wel wat opgevrolijkt worden. Hier en daar heb je wat dooie bloemen. Dus we gaan lekker aan de slag. En straks heb ik een mooie winter kerstbalkon. Bye.
ben helemaal blij met mijn kerstbalkon. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Laat me even weten wat jij het tofste item van deze makeover vindt. En abonneer je op het kanaal van de Action, zodat je geen één video meer mist. En wil je meer video's van mij zien, dan kun je mij vinden op TikTok onder de naam Linda Kaas. Doei!